Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van 1% Training. Dit is Lucas, ik ben Saragia. Vandaag zijn we bij Workhouse. En Workhouse heeft ons de mogelijkheid gegeven om buiten te trainen. We gaan zo naar binnen en dan gaan we even kijken welke spullen we gaan pakken. En op basis van die spullen gaan we een training uitzetten. En ja, veel kijkplezier. Schouders. Borst. Zie ik ook mijn schouders doen? Ja. Biceps. Triceps. Lunches, springtouwen, voor je rug, voor je roeien. Oh, ik praat het trouwens. Of borst. Huh? Ik zat lunches. Borst. Yes, borst. Let's go. Fuck it. Been op de full body. We gaan een beenoefening doen. Twee armoefeningen. We gaan springtouwen als warming up. We gaan chest press doen met dumbbells. We gaan roeien met dumbbells. En we gaan side raises doen. Wat doen we met stang? Doen we de... Ja, doen we gewoon de bicep curl. Wat is dat? 10 minuten hebben we alle spullen gepakt? Nee, niet eens. 5 minuten. Dank u. Het is jammer dat we niet kunnen optrekken en zo, man. Ja, dat kan. Ja, waarom? We willen naar buiten trekken hier. Wat een stellage. Ja. Dat is ook zo. Zo, dat is lang geleden, dat is niet er alweer. Long time ago. Wat is dat? Dat is een dikke stijl. Ik zal het tellen. Deze gaat echt snel. Is dat geluid in het mond? Ja. Ik vond het alle 3 keer of zo. 1. Ja, en dan zo vasthouden. Blijven bewegen. Doe iets. Dan ga je maar een paar keer in de week hardlopen of 1 keer in de week. Zorg ervoor dat je in beweging blijft. Zodat je even zicht buiten adem bent. Mocht je weer beginnen, dat je iets minder buiten adem bent. In ieder geval, zodat je gewoon redelijk fit blijft. En we hebben het geluk dat wij hier wat spullen naar buiten kunnen brengen. En wij daarmee aan de slag kunnen gaan. Trek, ouwe. Laatste keer dat ik heb gegeten was op. Ik heb ook nog niet echt gegeten. Ja. Ik heb er 2 minuten op. Werk hier. Ik heb het ook.
More times than I can get out. I have a down in the deep of my mind. I cry for you and you're always inside. Down in the deep of my mind. How long do I go to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind. I cry for you and you're always inside. Down in the deep of my mind. Trying so hard not to keep you, to keep you. Stel je hebt geen equipment zoals wij nu hebben, kun je thuis altijd nog dingen op lichaamsgewicht doen. Squats, jump squats, lunges, push-ups. Als je ergens misschien kan optrekken, kun je dat doen. Er zijn altijd manieren om gewoon bezig te blijven. Precies. Wij doen het nou ook met de, wij roeien nu ook met de riemen die we hebben. Maar zolang we maar actief blijven in deze periode, in plaats van dus met z'n allen met een zakje van de bank eindigen. Dat is het laatste wat we willen. Dus precies. Blijf bewegen. Alright. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Out. Yeah. And do you see you got me falling in? More times than I can get out. Ik heb het zelf downloaden volgens mij, een iPhone. Die naam opzetten. Ja, ja. Het was ook echt voor mezelf. Ja. Ja. Precies. Ja, de training zit er weer op. Vond je dit een leuke training? Doe even een duimpje omhoog. Ben je nog geen lid? Meld je even aan. Zorg dat je meldingen aanstaat. En zodat je niks van ons hoeft te missen. En wij nemen je mee om iedere dag 1% beter te worden. Eentje.